Hoe werkt de elektronische handrem in de Opel Grandland? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube kanaal zijn wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel model of met uitleg over een Opel systeem. Nou, ben je nieuw hier, van harte welkom en vergeet niet op abonnee te worden op ons kanaal. Het kost helemaal niks en je krijgt als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video de uitleg geven hoe de elektronische handrem werkt in de Opel Grandland. Wat kun je er allemaal mee en wat zijn handige tips om te weten? Nou, heb je nog een aanvullende vraag? Stuur deze heel makkelijk naar klantencontact@liewesrode.nl of typ hem hieronder in. Dan helpen we je uiteraard graag. Nou, en hoe werkt dan de elektronische handrem? Dat laat ik je nu zien. Nou, en hier zien we de elektronische handrem. En bij de Opel Grandland gaat hij er automatisch op wanneer je de auto uitzet. Dus wanneer je de auto daarna weer start, dan zit de handrem er dus nog op. Nou, en die kun je dus op twee manieren kun je eraf krijgen. De makkelijkste manier is om eigenlijk gewoon weg te rijden. Nou, in dit geval zet ik hem in de D, want de auto is voorzien van een automaat. Ik laat de rem los en ik geef gas. Hij gaat er automatisch weer vanaf. Het lampje gaat dan uit en de handrem is er automatisch dan weer af. Hetzelfde geldt natuurlijk bij een handgeschakelde versie. Kun je uiteraard gewoon wegrijden, gaat hij er automatisch ook vanaf. Dat is ook een mooi voordeel als je bijvoorbeeld op een helling staat. Maar dan houdt hij de remdruk nog even vast, zodat je ook makkelijk weg kunt rijden. Dat doet automatisch die hellingproef. Nou, om de handrem er handmatig op te zetten, kun je eigenlijk gewoon het knopje aantrekken. Knippert hij even, je hoort een geluid en dan staat hij erop. Er zit ook nog een tweede stand op. En dat gebeurt dus als ik hem nog een keer aantrek. Hoor je hem nog iets harder aantrekken? En dat is bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld in de bergen staat. De andere manier om de handrem eraf te krijgen is eigenlijk gewoon om de knopje naar beneden te drukken. Daarbij moet je uiteraard wel de voetrem indrukken. Doe ik dat niet, dan hoor ik een waarschuwingssignaal. En ook komt er een melding in het display. Maar door de handrem dus handmatig af te krijgen, druk je de voetrem in en dan druk ik het knopje naar beneden. En dan inderdaad zie je ook het lampje uitgaan. Je hoort ook het geluid en dan kun je ook gewoon wegrijden. Nou, naast dat het natuurlijk handig is voor die hellingproef waar ik net vertelde, is een elektronische handrem natuurlijk ook handig, zodat je ook meer opwegruimte krijgt. He, want het heeft natuurlijk wat minder ruimte, neemt dit in beslag. En zo zie je dat je ook wat meer ruimte hier ook krijgt. Nou, ook hebben we wel eens een vraag gekregen inderdaad van wat gebeurt er nou in de winter en kan het kwaad? Nou, dat kan geen enkele kwaad. Vroeger had je natuurlijk wel kabels hier onder de auto lagen die bijvoorbeeld kans hadden om te bevriezen. Maar dat kan met deze elektronische handrem kan dat dus niet gebeuren. Dus daar hoef je uiteraard geen druk om te maken. Nou, ik hoop dat ik je hiermee een duidelijk en heldere uitleg heb gegeven hoe de elektronische handrem van de Opel Grandland werkt. Nou, heb je nog aanvullende vragen, typ ze heel makkelijk hieronder in, zodat we uiteraard kunnen helpen. Maar je kan ook een mail sturen naar klantencontact@liewesrode.nl. Nou, mijn naam is Hendrik Liewes. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. En uiteraard hoop ik dat we elkaar dan weer zien. Bedankt voor het kijken en tot ziens.